Nederland. Ai, ai, ai. Komt dat schot? Goal! Nu is het dik in orde. Scheidsrechter, je vermoord wedstrijd. Dit is niet waar! Een van de belangrijkste Tilburgers uit de geschiedenis werd geboren in Nijmegen. En toch, veel Tilburgser dan John Veskens vind je ze niet. Ook al begon hij met voetballen bij Werenddie en KS Broekhoven, ook al ging hij bij de aartsvijand spelen, ook al stopte hij in het shirt van een Rotterdamse eerste divisionist en ook al vonden ze in Tilburg na de degradatie van 2013 geen plekje in de dugout meer voor hem, John Veskens was, is en zal altijd rood-wit-blauw zijn. In Tilburg heet John Veskens al dik 30 jaar Den Battle. Omdat hij zo koppig is, zeggen ze. Maar ook omdat hij, wanneer hij met zijn kin op het gras terechtkomt, een gat in het veld valt. Wie wil weten wat John Veskens voor supporters van Willem II betekent, kan het best een Tilburger vragen om die bijnaam uit te spreken. Hard woord, Beitel. Behalve in Tilburg. Daar is het een gereedschap van genegenheid. John Veskens, de Beitel. De Beitel. 12 is John Veskens als hij voor het eerst op een Willem II-veld staat. In de finale van het paasvoetbaltoernooi voor Tilburgse basisscholen scoort hij 2 keer. 5 jaar later heeft Den Beitel zichzelf al een plek in het eerste gebikt. Wanneer Feyenoord zich een jaar later op Tilburgse grond tot kampioen kroont, holt John 90 minuten vergeefs achter Johan Cruijff aan. Steeds als de part-time magazijnbediende de fulltime verlosser probeert te raken, is Feyenoords nummer 10 al lang weg. De wereld verandert. Wannie van Geels wordt Bud Brokke, wordt Jean-Paul van Gastel, wordt Thomas Galasek. Maar John Veskens blijft Den Beitel, eeuwig dravend en schoffelend namens Willem II. Van den Borg, dan staat Feyenoord daar toch apathisch toe te kijken. Hoe Veskens 2-0 scoort. Schitterende treffer. Tot 1997, wanneer Den Beitel na 483 wedstrijden op voorspraak van Ernie Stewart plots naar NAC vertrekt. NAC. Alsof Keith Richards Paul McCartney aankijkt en obladi oblada inzet. In 2002 stopt Den Beitel met voetbal bij Excelsior. Ja, schitterend afscheid. Ik ben er heel blij mee, moet ik zeggen. Tegenwoordig is hij analist bij PSV. Toch blijft John Veskens altijd Willem II, Tilburg, tricolore. Waarom? Kijk verder dan zijn kin. Kijk in zijn ogen. Kijk, kijk dan. Kijk en zie. Eeuwige clubtrouw.